Hola, vandaag is het 9 mei. 9 mei krijg je 9 examenvragen te zien in deze video die je ook bij het CBR kunt krijgen. En de eerste vraag, die is niet zo heel moeilijk, denk ik. Kan een tram onder de categorie voorrangsvoertuigen vallen, ja of nee? Dan moet je niet denken, ja, maar een tram heeft altijd voorrang, want dat is de vraag niet. De vraag is of het een motorvoertuig is. Nou, dat is het sowieso al niet. En of hij blauwe zwaailicht en sirene voert. Dat doet hij ook niet. Dus het antwoord, heel simpel, is nee. Voorrangsvoertuigen zijn motorvoertuigen van bijvoorbeeld politie, brandweer, ambulance, voertuigen van de Rijkswaterstaat. Maar alleen maar als ze blauwe zwaailicht en sirene voeren. Dan hebben ze alleen maar blauwe zwaailicht, geen sirene of helemaal niks. Dan zijn het ook geen voorrangsvoertuigen. De tweede vraag: in welke situatie mag je gaan rijden? Is dat alleen in situatie A, alleen in situatie B, of van mijn part mag je allebei de situaties gaan rijden? Nou, dat is een auto met een fietsendrager en een fietsendrager moet voorzien zijn van een witte kentekenplaat. Dus je mag alleen maar rijden in situatie A. Dus niet als je denkt, oh, ik heb geen kentekenplaat voor de fietsendrager. Ik schroef mijn eigen kenteken er even af en die schroef ik achterop. Dat mag niet. Vraag nummer 3. Hoeveel passagiers mag je maximaal meenemen als je in het bezit bent van rijbewijs B, oftewel je autorijbewijs? En dan moet je bij het CBR hier een getalletje invullen. En ga daar niet invullen 9, want er kunnen 9 mensen in die auto zitten, maar dan wordt de bestuurder ook opgeteld. De vraag is hoeveel passagiers? En dat zijn er 8. Ja, dus niet in een VW Polo of iets dergelijks ga je 8 passagiers proppen. Dat mag niet, hè? Want je mag niet meer passagiers meenemen nadat er stoelen en gordels aanwezig zijn. Maar in een busje met 8 stoelen en 8 gordels zou je 8 passagiers mogen meenemen. En als je rijbewijs B hebt, de auto waarmee je rijdt, die mag niet zwaarder zijn dan 3500. En als je alleen maar rijbewijs B hebt, mag je altijd een aanhangwagen meenemen tot 750 kilo, ook als het daarbij boven de 3500 kilo uitkomt. Is de aanhangwagen zwaarder dan 750 kilo, mag je er nog steeds mee rijden, als maar niet de auto en de aanhangwagen boven de 3500 kilo uitkomt. Vraag nummer 4. Een witte auto en een militaire colonne. Wie mag er het eerst? Nou, een militaire colonne mag je niet doorsnijden. En doorsnijden betekent als de eerste voorbij het kruispunt is, mag je niet doorsnijden. En dit geldt ook alleen maar op gelijkwaardige kruispunten. Nou, als het het eerste voertuig is, dan geldt regeltje 1 en dat is bestuurders van rechts mogen eerst. En wie komt er van rechts? Hartstikke goed, de witte auto komt van rechts. Dus wie gaat het eerst? De witte auto. Vraag nummer 5. Die vraagt dat je er rechtdoor wil rijden, moet je dan de tram voor laten gaan, ja of nee? Nou, regeltje 2. Zegt rechtdoor op dezelfde weg, gaat voor het afslaande verkeer op dezelfde weg. Maar die bestuurder van die tram zegt: sorry, deze regel ken ik niet. Voor mij gelden andere regels. Ja, hij zegt: zolang er geen haaientanden op de weg zijn, rijd ik altijd door. Dus moet jij die tram voor laten gaan? Ja, dat moet je wel. Wanneer krijg jij voorrang van een tram? Dat is als jij haaientanden ze ziet voor de neus van de tram. Dus die tram moet haaientanden hebben. Jij moet dan op de voorrangsweg of op de voorrangskruispunt rijden. En de tram moet komen van links of rechts. Dus laten we even zeggen, jij komt hier vandaan aanrijden. Ja, je rijdt op een voorrangsweg. Je gaat er rechtdoor. Maar de tram gaat voor jouw neus afslaan, deze kant op hier. Moet je de tram nog steeds laten gaan. Is goed onthouden. Jij kan voorrang krijgen van een tram als jij op een voorrangsweg rijdt, maar dan moet die tram wel komen van links of rechts. En anders gaat een tram altijd voor. Nummer 6. We rijden, of jij wil 70 km per uur rijden. Mag dat ja of nee? Nou, dit lijkt een beetje buiten bebouwde kom. We zien een bordje voorrangsweg. Dus het antwoord is nee, het antwoord is geen ja.
Let op, als het bordje voorrangsweg voor het kruispunt staat, rij je binnen de bebouwde kom. En binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50, dus het antwoord is nee. Zou het bordje voorrangsweg na dit kruispunt staan, dus ergens bij die bushalte of bij die windmolen, hier die paal hier, dat is een windmolen, ja, dan rij je buiten bebouwde kom en dan zou je wel 60, 70, 80 mogen. Maar het bordje voorrangsweg voor het kruispunt betekent binnen bebouwde kom maximumsnelheid 50 km per uur, dus geen 70. Nummer 7, je wil linksaf. Sorteer je dan goed voor? Ja of nee? Nou, dit is een eenrichtingsweg en op een eenrichtingsweg sorteer je gewoon zoveel mogelijk aan de linkerkant voor. Maar er staat een bordje onder, uitgezonderd fietsen en bromfietsen. Dat betekent, er moeten wel fietsen en bromfietsen deze straat in kunnen. En zoals jij hier rijdt, kan dat niet. Dus jij zegt gewoon nee. Als je daar toch gaat voor sorteren, dan moeten die scootertjes hier door het gras gaan rijden. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ja, dus als dit bordje er niet onder staat, dan doet hij het helemaal goed. Maar zodra er iemand die straat in kan, of een fiets of een bromfiets of wie dan ook, dan moet je tegen de as van de weg, ongeveer in het midden, moet je voorsorteren. Vraag nummer 8. Je stopt hier om een passagier in te laten stappen. Mag jij dat zomaar doen? Ja of nee? Nou, op een fietsstrook en op de rijbaan van een fietsstrook mag je niet stilstaan. Dus kun je ook geen passagiers uit laten stappen. Maar een fietsstrook is pas een fietsstrook als je een tekeningetje ziet van een fiets. Nou, zie je hier een tekeningetje van een fiets? Nee. Dus mag je hier een passagier uit laten stappen? Ja. En ga nou niet zeggen, ja, misschien zit dat tekeningetje wel onder die auto. Ja, dat kan misschien. Maar wat jij niet ziet op de foto, is er niet. Bestaat niet. Dan de laatste vraag. Voor welke maximumsnelheid is deze weg ingericht? En dan moet je hier een getalletje invullen. Nou, een weg met één rijloper, dus eigenlijk één rijstrook in het midden, met daarnaast twee fietsstroken of twee suggestiestroken, die zijn allemaal ingericht voor 60 km per uur. Maar nou komt het rare bij het CBR. Als we hier een bord neerzetten met einde bebouwde kom, dezelfde weg, ja, einde bebouwde kom, en het CBR gaat vragen, wat is de maximumsnelheid op deze weg? Dan moet je opeens invullen 80. Ik vind dat raar. Ja, want elke weg die er zo uitziet in Nederland, allemaal stuk voor stuk, één voor één, of je naar Limburg, Zeeland, Groningen, Friesland of waar dan ook rijdt, ze zijn allemaal ingericht voor 60. Maar laat het CBR alleen maar een bordje einde bebouwde kom zien en ze vragen, wat is de maximumsnelheid? Dan moet je 80 zetten. Beetje vreemd, CBR. Maar het CBR heeft wel meer vreemde dingen. Ja. Vooral die directeur van ze is een beetje vreemd, maar laten we daar maar niet over hebben, meneer. Hoe heet die? Heel goed, Pecht, nog wat. Oké, okay, dit waren het 9 vragen, 9 mei. Dat was het voor deze video. Ik zie je graag een andere keer weer terug. Bedankt, ciao, adios.